Dan sta je aan die start en dan sta je stil, dan doe je dus niks en dan heb je toch een hartslag van 160. Dan voel je de adrenaline door je lijf heen gieren en denk je, oké, dan kom erop. Mijn doelstelling was heel simpel. Ik wilde winnen ten koste van alles. Dus ik neem risico's. Schaatsen, topsport, winnen en verliezen gaat om grenzen verleggen. Dus ik vind eigenlijk, hè, als je bijvoorbeeld een leidinggevende bent of je bent een trainer, dan moet je mensen heel veel vrijheid geven dat ze zelf op zoek gaan naar, hey, hoe kan ik nou winnen? Hoe kan ik nou zorgen dat ik die grens opzoek? Ik geloof echt dat het gaat om motivatie. Dat het gaat om zorg dat je intrinsiek gemotiveerd bent. Als je intrinsiek gemotiveerd bent, dan kun je veel meer bereiken dan dat je eigenlijk denkt te kunnen bereiken. En er zijn bepaalde grenzen, die mag je dus nooit over. En daarom ben je dus bijvoorbeeld ook een leidinggevende. En daar moet je wel zeggen, oké, ik had eigenlijk mijn doelstelling. Was eigenlijk eerst, ik wil winnen ten koste van alles. Maar wel binnen een bepaald kader. Alles is mogelijk. En als je echt groot denkt, dan kun je ook veel meer eruit halen. Je moet ook ambitie hebben. Wat is je ambitie? Wat is je doelstelling? Wat maakt jou op een gegeven moment een winnaar? Have high dreams, maar zet realistische subdoelen. En ga daar gewoon voor. Maak die stappen realistisch. Ik geloof dat er altijd groei is. En dat juist je grootste tegenslagen, dat het eigenlijk je mooiste groeimomenten kunnen zijn.